Het kabinet heeft gisteren besloten dat er een speciaal supermarktuurtje moet komen. Ja, en dat is onze gast hier aan tafel niet helemaal onbekend. Want het is zijn plan geweest samen met D66. Nou, waar gaat het om? Het gaat om bijvoorbeeld het plan dat onze zuiderburen al hebben ingesteld. Ouderen en andere mensen uit kwetsbare groepen, die mogen dan een uurtje naar de supermarkt zonder dat ze bang zijn dat ze besmet worden. Dat andere mensen daar dus in mogen. Nou, minister Wiebes van Economische Zaken wilde er eerst niet zoveel van weten. Want hij zei, ja, gezondheidsexperts die vinden zo'n oudere uurtje nog niet echt nodig. En hij wil het niet beter weten dan zij. Maar goed, het kan ouderen dus natuurlijk ook over de streep trekken om toch op pad te gaan en eenzaamheid tegengaan. Dus minister Wiebes vond het uiteindelijk een goed idee. En wij hebben zojuist uit betrouwbare bron vernomen dat de supermarkten inderdaad gaan kijken naar de haalbaarheid van zo'n uurtje. Kijk, dat is hartstikke fijn. Dat is uw idee geweest. Ja. Want het ligt wel bij de supermarkten om dat in te stellen. Ja, u kunt dat niet verplichten. Nee, dat moet je ook niet verplichten. Maar het is een heel goed voorbeeld uit Australië, later overgewaaid naar België. Je ziet dat mensen er heel blij om zijn. Want ouderen durven nu op drukke tijden niet naar de supermarkt toe te gaan. Als ze dan een eigen uurtje krijgen, dan kunnen ze ook wat meer uit huis komen. Dat is ook weer goed, blijven ze in beweging. Het gaat hier niet primair om een gezondheidsmaatregel, maar wel kunnen we een beetje naar elkaar omkijken. Werkt het in de praktijk ook? Vraag ik me af of komen dan gewoon mensen van mijn leeftijd die denken, oh ja, kom ook nog even naar de supermarkt. Ja, we gaan natuurlijk niet, heb ik ook meteen gezegd, politie bij de ingang van de supermarkt zetten. Nee, dat moet je niet willen. Om te zorgen dat anderen niet inkomen. Bovendien, als je op dat moment zou gaan, zou je misschien wat mensen kunnen helpen. Gezond maar verstand is het, denk ik. Ik ben het lang niet altijd eens met de politieke ideeën van meneer Kool, maar dit is het tweede idee wat ik al hoor. Nou, 7:15. Ik vind het zo lief, leuk. En als je het hebt over inclusiviteit, nou, dan moeten we dit gewoon gaan doen. Kost geen geld, het helpt mensen. Nou, makkelijk.